die we straks gaan proeven. De arroz. Dank u. Marisco. Marisco. Arroz de marisco. Sowieso. En ook naar het einde van het jaar schaaldieren, schelpdieren. Ik zie er ook schelpdieren. En vederwildgerechten is dat een prachtige wijn. Kan het zijn dat ik weinig ruik? Sowieso. De wijn is nog iets gesloten sinds 2005. Dat is een wijn die je zeker een uur of twee op voorhand moet opendoen om die wijn volledig tot zijn recht te laten komen. Oftewel, in dit geval, wat dat mensen veel te veel doen, is een wijn decanteren. Maar hier komt dat volledig tot zijn recht en gaat die wijn zich enorm ontplooien in de karaf. Mm-hmm. En zoals je ziet ook, het is een Bourgogne en de tranen lopen mooi. Dat kan je mooi. Zo zien, dat dat een Bourgogne is. Nee, ik kan dat niet zo zien, maar in dit geval deze Bourgogne, die traant prachtig mooi over het glas. Mm-hmm. Wat dat wijst op een vettigheid, wat dat wijst op een hele rijke wijn, inderdaad. Ja. Is dat waar, Peter? Dat klopt helemaal, maar... Niks ruiken zou ik toch niet zeggen. Nee, maar het is niet, wat, geen speciale geur. Een beetje hazelnoot. Ah, hazelnoot, merk ja. Merk ik. Hoezo? Ja, inderdaad. Ruik jij hazelnoot? Ja, meer dan één. Voilà. Ah, voilà, zie. Ik ben geen kenner, hè, maar... Jouw reukorgaan is beter ontwikkeld dan dat van mij dan. Ja, of wel ben je verkouden, dat kan ook. Ja, een beetje. Het zal daaraan liggen. Guy, wat vind jij ervan? Ik vind dat fijn. Ik vind dat heel fijn om te drinken. Ik vind het ook, zoals met alles... Elke wijn moet zijn eigenheid hebben en vaak worden er wijnen gemaakt die zo in ieder smaakpalet passen en op safe gespeeld. Maar wanneer een wijnbouwer zegt van kijk, ik vind dat mijn Montagny zo moet proeven en ik ga daar gewoon een authentieke Montagny van maken, dan is je erin geslaagd. Mm-hmm. En die vettigheid die er ook zo wat in zit, ik vind dat een prachtige wijn. En dat gaat dadelijk wel goed bij ons visgerechtje gaan. Volgende hapje pas. Ja. Okay. Ja. En ook bij al wat gegrilde vis is, zal dat heel goed zijn. Gegrilde vis, ja. Allerlei soorten vis. Alle soorten vis. Wow. Oké, okay. Onze kijkers die zijn op dit moment ook al zoiets van, oh, wij willen die wijn ook wel. Wel, het kan. Je kan sms'en wijn naar 3024 en misschien kan jij de volgende trendies dan wel met dit wijntje zo op je luie zetel zitten. Voilà. Gewoon wijn sms'en naar 3024. En ondertussen kijk ik naar Guy, want ik denk dat het die in Arroz de Marisco nog een beetje nadere uitleg verdient. God, wat belangrijk is voor... Je hebt dat eigenlijk een beetje speciaal voor mij gemaakt, dat mag je wel zeggen. Ik vond het eigenlijk gek dat ik daar nog nooit aan gedacht had. Maar we hebben hier nu al zo vaak in jouw loft voor jou moeten koken. En normaal gezien, als een man zegt van, weet wat, ik kom naar uw loft en ik ga voor u wel eens koken, dan vraagt op zijn minst, wat eet jij graag? En dat had ik nog dat nooit gedaan. Dat heb je gedaan, nog nooit gevraagd, inderdaad. Dus foei, voor mij. In ieder geval, je had een leuk antwoord gegeven en jij vond de Arroz de Marisco, dat vond jij een zeer goed alternatief of een zeer goed idee om te maken. Ja, voor ik jou. Had dat ooit eens gegeten in Portugal en ik dacht van, ik ga hem eens testen, zou je hem dat wel kunnen maken? Nou, ik ga eerlijk zijn, de term kende ik, maar ik ben toch even gaan kijken van wat is een Arroz de Marisco. Honderden verschillende. Dus dat was ook wel fijn. Ik kon mijn eigen ding doen. Er zijn een aantal dingen die je wel moet respecteren. En dat is bijvoorbeeld de Arroz Bomba. En de Arroz Bomba, dat is eigenlijk de ronde rijst. Zie je ook aan de korrel. Ik zal het ook even de camera laten zien. Het is heel belangrijk dat die rijst eerst in olie wordt aangebakken samen met de shallotje en een beetje knoflook. Dat is echt belangrijk, dat die rijst warm en heet is. En dan blus je, of dan bevochtig je, ook met hete bouillon. Ik heb een lekker bouillonnetje gemaakt op basis van schaal- en schelpdieren. En daarbij mondjesmaat eigenlijk die arroz bevochtigen, zodanig dat die beetje bij beetje dat vocht gaat opnemen en dat je op laatste, zoals je ziet, een smeuïge risotto krijgt zonder dat die te plat is en zonder dat die niet gaar genoeg is. Want dat is echt niet fijn, een risotto te eten die niet gaar genoeg is, want die gaat letterlijk verder zwellen als je hem gegeten hebt in je maag en dan word je er heel ongemakkelijk van. Mm-hmm. Dus ik ga twee bordjes al zeker afwerken, dadelijk de twee volgende. Ik heb er mooie bouchonmosseltjes bij gedaan, kokkeltjes. En ik ga het afwerken met een licht schuimig jusje, waar ik gewoon een klein beetje volle melk in heb gedaan, om een klein beetje vettigheid erin te creëren. We hebben het wel over vettigheid vandaag, hè? Zowel in de wijn als in voilà, ons gerechtet. Ik ben blij dat je me daarop wijst. Hoe hou jij een beetje van vettigheid? Ik hoop van wel. Vettige mossels. Ja, maar je vroeg mij daar straks of ik graag naar fastfood en zo ging. Ja, eigenlijk wel. Een vettige mossel vind ik af en toe niet fijn. Ja. Liever dan fastfood, toch? Ja, absoluut. Wel, daar ben ik heel blij om.
Goed. Kijk eens, lieve dame, jij mag het als eerste hebben. En ik ga één worstje hier zetten voor de camera. En dan werk ik dadelijk voor de heren het verder af. Ja. En wij gaan straks van de rode wijn proeven. Dat is voor straks. Maar nu gaan we dit wijntje proeven met dit heerlijke gerechtje. En we kijken nu naar een trendsreportage en die gaat over exotische planten. Kom langs en ontdek ook hier de nieuwste trends. Ik zit hier in de wachtzaal van een dokter. Maar gewone pilletjes of een siroop moet ik hier niet verwachten. Want deze man die werkt met fytotherapie. Fytotherapie is een behandeling met kruiden. Het komt van het Grieks, dus fytos, plant, en therapie, dus behandeling eigenlijk. Is het dan hetzelfde als homeopathie? Fytotherapie gebruikt de onverdunde vorm van kruiden, terwijl homeopathie meestal de verdunde vorm van meestal giftige kruiden gebruikt. Stel je hebt een verkoudheid of keelpijn of zo, kan je dat dan behandelen zoals met klassieke geneeskunde? Men kan in juist gestelde indicaties planten gaan gebruiken in plaats van klassieke geneeskunde. Dus als men dat niet overdrijft, dus als de ziektetoestand niet te erg zijn, dus kan men die gebruiken om mineure klachten, dus ik zeg maar iets verkoudheden, maagdarm, dus functioneel maagdarmproblemen dus te gaan behandelen. Werkt fytotherapie dan vooral preventief? Men kan fytotherapie gebruiken zoals klassieke geneeskunde om te behandelen, dus dat is een klassieke fytotherapie. Of men kan verder gaan, men kan bijvoorbeeld al gaan zuiveren, dus een drainage gaan toepassen, zoals we zeggen. Dus, men kan dus zelfs bloedonderzoeken gaan toepassen om ontstekingen die minimaal zijn dus in het bloed te gaan opsporen, om daar tegenover dan weer kruiden te gaan zetten via een expertsysteem om mensen dus preventief te gaan behandelen. Dat kan allemaal. Dus, ja. Jij bent sportarts. Kan je dan ook sporters helpen met problemen? Men kan bij sportmensen, waarbij er sowieso dus geen ernstige ziekten zijn, dus gemakkelijk planten gebruiken. Sportmensen dus hebben snelle klachten, maar genezen ook snel. Omdat hun recuperatie is veel beter. Dus men kan met planten zeker gaan inzetten. Ja. Zo zie je maar, planten zijn goed voor je gezondheid. In huis zorgen ze dan weer voor veel zuurstof, ze werken een beetje tegen de stress en in je tuin roepen ze misschien wel een vakantiegevoel op. Guus, als ik aan exotische planten denk, dan denk ik automatisch aan palmbomen, klopt dat? Ja, de palmboom is een enorme troef, is ook een enorm goed verkocht item bij ons. We hebben palmbomen die winteruit zijn tot min 18. Dus bijna gegarandeerd dat ze in ons klimaat overleven. Iets anders wat je vaak in een exotische tuin ziet staan, is een olijfboom, hè? Ja. Nu, supermooie planten. Redelijk winteruit. Ze kunnen ongeveer min 15 hebben. Waar veel mensen niet bij stilstaan, is dat een olijf absoluut in volle grond moet staan. Een veelgemaakte fout is dat mensen een olijf in pot houden. Wanneer het min 15 is onder thermometer, is het min 20 of kouder aan de grond. Daar staat die pot op. Resultaat, uw wortels vriezen kapot en u bent uw plant kwijt. Komen er nu zo elk jaar nog nieuwigheden op de markt? Ja, absoluut. We zijn constant aan het zoeken naar nieuwe invalshoeken, naar nieuwe planten. We hebben bijvoorbeeld voor komend jaar een heel belangrijk exclusief contract kunnen afsluiten met een kweker van winterharde magnolia's. Het zijn planten die enorme grote geurende bloemen geven, tot 30 centimeter doormeter bloem. En planten die tot 30 graden onder nul kunnen verdragen. Zo'n exotische plant, kan dat zomaar hier overleven of hangt er veel af van de verzorging en het soort grond dat je hebt? Er zijn een paar dingen waar je op moet letten. Er zijn een aantal planten die zonder problemen in ons klimaat kunnen. Er zijn een aantal planten die toch wel een klein beetje voorzorg nodig hebben. Ik ga een voorbeeld geven. Een banaan kan je perfect in de tuin zetten. Er zijn bananen die winterhard zijn. We hebben zelfs een klant waar dat ze na min 23,7 nog teruggekomen zijn. Maar die plant moet op een beschutte plaats staan. Bijvoorbeeld in de buurt van Den Haag, waar dat je eigenlijk een soort microklimaat creëert, daar zal die plant heel goed kunnen overleven. En ook grondsoort is enorm belangrijk. U moet er rekening mee houden dat een plant op zandgrond perfect zal gaan. Hoe rijker dat die grond is, klei, leemgrond, noem maar op, hoe meer voorzorgen dat u moet nemen om de grond eigenlijk te bewerken voordat daar een plant in aangeplant wordt. Maar zo'n exotische planten kunnen ook gecombineerd worden met een klassieke traditionele tuin, hè? Absoluut. U moet er rekening mee houden dat het perfect mogelijk is om bijvoorbeeld in een zeer klassiek aangelegde tuin heel solitair één waanzinnig grote palmboom te zetten. Dat geeft een supermooi effect. En er zijn ook heel veel prachtige, grote, super winterharde bladplanten
die zeer exotisch aandoen, maar die gewoon inlands zijn. Dus geen enkel probleem om die te combineren. Voelen jullie nu dat er de laatste jaren meer vraag is naar zo'n exotische planten? Absoluut. We merken vooral dat heel veel jonge mensen geïnteresseerd zijn in iets exotisch. En het heeft ook heel veel te maken met het feit dat mensen steeds verder op vakantie gaan. En ze willen graag die vakantiesfeer naar huis halen. En ze willen van de tuin eigenlijk een extra huiskamer maken die het extra aangenaam maakt als het eens een keer mooi weer is om lekker in je eigen tuin onder je eigen palmboom te zitten. Kom langs en ontdek ook hier de nieuwste trends. Gee, ik moet zeggen, je hebt mij weer al verbaasd. Ja, heb ik uw hartje veroverd wat de arroz betreft. Ik ben volledig onder de indruk. Dank je wel. En die witte wijn past er perfect bij. Ja. Inderdaad, dat was een prachtige combinatie. Nu de tweede wijn, rode wijn. We blijven in de Bourgogne. We zitten hier in de Pinot Noir. Een heel elegante, geparfumeerde vrouwelijke druif. Die enorm ondergewaardeerd is de dagen van vandaag, omdat we in de Coca-Cola-cultuur zitten en dat we veel te veel restsuikers in de wijn over hebben. Hier gaan we pure elegantie, passie. En ik zou zelf zeggen, de Bourgogne stroomt als tranen van het glas. Het was alsof wij hem vergeten was. Dat klopt niet onder maar speelt nu geen rol. Dat is door de wijn. Nee, nog niet. Te weinig wijn. Romantische ziel. Hetgeen dat hier enorm opvalt, en dat is hetgeen waar we eigenlijk toch een beetje terug naar zouden moeten gaan, is de wijn in al zijn eerlijkheid en complexiteit vooral. De superpowerwijnen die heel gemakkelijk te drinken zijn en die heel snel gaan tegensteken wanneer dat we een paar glazen hebben gedronken, gaan we hier totaal niet tegenkomen. Dit is een wijn waar we van kunnen genieten. Het streelt de lippen en het is een wijn die echt ons hart enorm gaat verwarmen. Dat is heel doorzichtig, vind ik. Precies dat er water bij is. Het is typisch Pinot Noir. Om de extractie te krijgen, het wordt uitgeroepen tot tweede beste of tweede mooiste cépage ter wereld. En het is een druif die heel weinig extractie geeft. Maar het is wel een wijn die een enorm elegant parfum weerspiegelt in de neus en in het glas. Dat zal Anne-Rilles nu wel beamen. Ik zou deze wijn drinken op een warme, zwoele zomeravond, maar zo niet met iets bij. Zo. Nee, dat gewoon echt gewoon zo de wijn makkelijk apart. Zo te drinken. Maar ja, nu heb je wel wat aroma. Het mag eigenlijk ook zelfs nog een beetje gekoeld zijn. Dat vind ik gewoon een Pinot Noir ook wel lekker eigenlijk. Inderdaad, hetgeen dat u zegt, en zeker in de Côte Chalonnaise, is dat een wijn die je op twee manieren kunt drinken. Inderdaad op een zwoele zomeravond, oftewel inderdaad licht gekoeld, is dat prachtig om van te genieten. Ja. Ja. Dat is lekker. Ik vind de witte eigenlijk niet zo lekker. Maar dat is omdat je graag dessertwijnen drinkt. Ieder zijn eigen smaak, hè? Deze is wel heel zacht. Ik ga u graag uitnodigen voor de volgende uitzending. Maar dan doen we een tokai, 6 putonios en dan gewoon een prachtige zoete wijn drinken. Je ziet, Udo zingt niet alleen graag, hij praat ook heel graag. Hè? Zelfs over wijnen. Zelfs over wijnen, ja. Maar ook over intieme dingen? Wordt er gekut? Dank je vanaf, hè, Amoris. Ja? Maar heb je niet soms intiem, het hart zeg, op de tong? Of heb je het daar moeilijk mee om eerlijk te zijn over... Dank je vanaf tegen wie. Je kunt altijd proberen. Nee, ik ga je eventjes meenemen. Je moet niet te veel schrik hebben. Het valt echt wel mee. Ik ga je gewoon even ontvoeren. Bedankt, heren, voor de wijntip. En ik zie je volgende week terug. Salutjes. Dit is mijn meest intieme plekje van mijn loft. Ja. En daar mag jij gewoon... Zo naast jou zitten? Ja. Dat had ik niet verwacht. Nee, hè? Nee. Ik zag het aan je ogen. Ja. Ik ga je gewoon een paar vragen stellen. Dus gewoon kort en krachtig op antwoorden. Mm-hmm. Zo eerlijk mogelijk. Dat is het enige wat ik van jou verwacht. Oké. Okay. Ik ga gewoon met je rug naar mij zitten. Oké. Okay. Ik begin met de eerste vraag. Ja. Dansen op U2 of dansen op Udo? Dansen op U2, want... Dansen op Udo, dat is te moeilijk. Hè. Ik moet dan zelf zingen. Wat wil je graag aan je uiterlijk veranderen? Niks. Niks speciaal. Aan wie vertel je diepste geheimen? Aan jou. Ja? Ja. Ja, hangt er vanaf. De welke natuurlijk. Ja. Moet ik straks toch eens uittesten. Ja. Stoere rock of zwoele ballet? Zwoele ballet. Wie mis je het meest? Mijn moeder. Blond, bruin? Zwart of rood? Allemaal. Allee, dat komt nu heel raar over. Maar ik bedoel, als het over vrouwen gaat, maakt dat niet uit. Ik denk dat je... Wie zegt dat ik het over vrouwen heb? Oké, het ging over bier. In dat geval blond, ja. Wat doe je op een vrije zondag? Op een vrije zondag
Dan durf ik wel eens naar een regionale zender gaan waar gekookt wordt. Ja, oké. Okay. Ja. Komt dus terug. Waarmee kan een vrouw jou verleiden? Door lekker te koken. Een goede vettige mossel, zoals ik daarnet zei. Of een vrouwelijke druif. Ga maar verder. Nee. Waar lig je 's nachts soms van wakker? Van een nummer dat in mijn hoofd zit. Meestal een melodie die ik op dat moment uitvind. En wat neem je mee naar een onbewoond eiland? Bestaat dat nog, een onbewoond eiland? Een recorder of zo, of een camera. Dat is alles? Ja, tenzij dat jij mee wilt. Ja, dan is het niet meer zo onbewoond, hè? Ja, maar dan ga ik die camera toch thuis laten. Maar is dat iets voor jou, zo'n onbewoond eiland? Als het nog zou bestaan? Het hangt ervan af of daar lekker weer is en of dat daar ontbost is en zo. Want als dat zo Expeditie Robinson-achtig is, dan minder. Nou, we gaan het straks er toch over hebben. Dat is voor na de reclame. Tot zo. Udo, je zei daar juist, Expeditie Robinson, dat is niks voor jou? Nee, ik denk dat niet. Nee. Het eiland, hè. Het eiland. Ja. Dat is echt een onbewoond eiland. Ja. Maar andere reality-tv-programma's, zegt jij dat iets? Nee, want ik ben al voor van alles gevraagd, maar dat zegt mij niks. Je zegt resoluut nee. Nee. Ik speel liever muziek. Ja, X-Factor heb je dan wel gedaan. Dat is niet echt een reality-programma, maar... Nee, dat is niet echt reality. Nee. Hoe dat was, dat is al ondertussen al 5 jaar geleden. Dat was zeer spannend, omdat er mensen zijn die zeggen dat je een talent hebt en dan moet je het opnemen tegen mensen die ook een talent hebben, of eigenlijk hetzelfde talent. Dus, wedstrijd. Dus nogal stressie met de jury erbij waarschijnlijk. Dat is redelijk stressie, ja, maar je wordt... het was oké, het was best te doen. En besef je op dat moment dan de impact van de camera's die allemaal op jou staan, of heb je dat op dat moment niet door? Nee, je bent echt als een bleu, word je daarin gegooid. Maar het heeft jou geen windeieren gelegd, hè? Het is daarmee toch allemaal begonnen.